deze video gaan wij een weekend naar de Efteling en slapen we in het Efteling Bosrijk. Hey! Hallo allemaal! En leuk te kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag zijn we bij de Efteling met... Mijn naam is Sam. Oké. Mijn naam is Aniek. Ik ben Sander. Ja, oké, dat wist iedereen al. Sander. Zullen we de tickets even gaan halen, ja, jongens? Zullen we dat even doen? Ja. Dat vind ik een goed plan. Dan ga ik afrekenen. Ja, is goed. Dankjewel. Daniek is dus echt al heel lang niet bij de Efteling geweest. Ik was heel klein de vorige keer. Dus dit is gewoon een soort nieuw voor jou. Ik heb er helemaal zin in. Ik ben echt benieuwd. Welke achtbaan willen we niet missen vandaag? De Baron. De Pandadroom. De Baron. Ik wil ook in de Baron. Ik ben nog nooit in de Baron. Ik wil in de Pandadroom. Dan wil ik in de bobsleebaan. Die was mijn serie. Ja. Dan wil ik in het spookhuis. Die is ook weg. Hè? Maar er zijn heel veel leuke andere attracties. Dan wil ik het Spookjesbos in. Ja, die is er wel. Ik wil heel graag in de Droomvlucht. Ja, dat was echt mijn lievelingsachtbaan vroeger. Ja, mijn lievelings is toch echt sowieso altijd de Baron. En jongens, Joris en de Draak. Joris en de Draak, dat is oprecht. Ik denk dat dat de leukste is. Dat was volgens mij dicht toen ik er was, dus daar kunnen we nu in. Wie stemt voor Joris en de Draak? Zullen we naar Joris en de Draak gaan? Hey! Hey! Joris en de Draak. Sam, wil jij even opvallen met Pardoes? Nou, ik vind Pardoes eigenlijk een beetje eng. Dat vinden we een beetje eng. Motten we naar blauw of motten we naar rood? Moet je kijken waar we staan. We staan volgens mij bij rood. Die gaan we nemen. Subscribe en like de video! Ja! Hey! 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 Oké, daar gaan we. Ik had niet verwacht dat hij zo snel ging. Nee, echt. Nee, hij ging echt heel snel. Maar ook als je die bocht ging, was het echt zo boek. Ja. Boek. Ja, wat een geweldige achtbaan zeg. We zijn nu bij Symbolica. En dat is echt super leuk, want dan zit je in een karretje en dan ga je dus door een kasteel heen. De verschillende thema's. En we mogen hier filmen, dus dat is ook top. Ja. En de rij is maar een kwartier. Jullie zitten nog steeds echt niet in de schaduw. Oh, de rij ook. We moeten door, snel. De muziektour, de heldentour en de schattentour. Wat gaan we doen? Stem maar, iedereen mag stemmen. Ik wil schatten. Ik heb ook schatten. Jij? Heldentour. Ik wil de muziek. Ja, dan wil ik ook muziek. Ik vond het leuk. Ik vond het vooral het stuk dat die beugels weer open gingen. Dat vond ik echt leuk. Ik heb even een belangrijke vraag. Je hebt natuurlijk Pardoes, maar hoe heet de vrouwelijke Pardoes? Ik twijfel tussen Pardientje en Pardonk. Wat denk jij? Pardeska? Pardoline? Ja, ik heb net ook al gezegd, ik ga voor Annette. Ik denk dat ze Pardet heet. Moet het even gaan vragen aan iemand? Ja, zou ik het vragen? Ja. Ja, je hebt natuurlijk Pardoes. Hoe heet de vrouwelijke versie? Pardijn. Hoe? Pardijn. Pardijn. Nou, hij dacht pardonkel. Pardonkel? Ik kan door met mijn leven. Echt goed bedacht. Ja. Dat is geweldig. We gaan in de pit. Wij gaan er vast. Ja, wij gaan er vast. Ik ga single. We leven nog. Ik had oprecht in die eerste looping dat ik bijna oud ging. Omdat, ik weet niet waarom. Ja, ik zweer het. Ja. Dat je een soort zwart voor je ogen gaat zien. Ja. Goed borstel hoor, want je gaat straks de Baron in. En gaat totaal niet weer opnieuw in de kit zitten. Het heeft heel veel zin. Zo, we zijn net in de Baron geweest. Alleen het is al best wel laat. Dus ik denk dat we zo meteen naar ons huisje toe gaan. Daar kunnen we namelijk echt al heel erg lang in. Maar ja, klopt. Maar we willen nog even van het park genieten. Ja, en dan even inladen. Ja. Avondeten. Ja, we gaan naar het huisje. Ja! Ja! Woehoe! Oh, oké. Wat is dit voor een vreemde persoon. Een bepaalde positie. Formatie. We deden die witte wieven na. Oh, de witte wieven. Snap je? Ja, dat lijken jullie wel. Witte wieven. Ja. Ah, het is al erg laat, maar we dachten, laten we nog even snel de piranha meepakken. Want het is maar 5 minuten wachten. En we hebben het super warm, dus we laten het even afkoelen hier. Ja.
even storytime. We wilden dus eerst filmen met deze camera. Maar toen kwamen we erachter dat we door een soort gordijn van water moesten. En toen was er bij iedereen paniek. Stop, stop, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Naar beneden, en toen heeft ze uit paniek zo de camera zo onder de benen gehouden. En ik zie hem, niet daar rond doen! Niet rond, je moet er juist een boom houden! Zo, dan wordt hij juist nat. En arme Daniek. Zo hele kapsel gewoon. Maar het scheelt dat het warm is. Ik ga een broodje Unox in mijn mond stouwen. Je ziet wel dat hier ervaring is. Ja, dat zie je meteen joh. Ook hoe je die tang vast hebt. Ja, hij zit alleen in de vingers. En dat er dan nog een beetje vocht van de worst in het broodje gaat zitten. Dat is lekker, hè? Ja, dat vind ik ook. Oh, dat vond ik ook altijd heel lekker. Zo, en we hebben een lekker worstje gescoord. Moet je eens kijken. Dit is echt goede worst. En wat voor een paar, hè? Seizoensspecialiteiten. Dat maar zie je ook. De kwaliteit past ook bij de Efteling. Ja. Echt lekker. Nou, zullen we gewoon even lekker gaan eten? Zullen we zitten? Waar zijn onze vrienden? Ja, vrienden! Vrienden! Holler! En toen was het toch echt tijd om naar ons huisje te gaan. Dit is ons huisje, echt amazing. Hij is echt heel vet. Het is echt heel cool. Ja. Super vet. Zullen we de deur anders even openmaken? Oh, oké. Wow. Oh, dit is wel echt heel cute. Dit is echt leuk. Dit is zo leuk. Die tafel. En je kan ook nog naar boven. Oh, dit is de slaapkamer 1. Oh, een bad! Oh. Oh, leuk. Ja. Mag ik hier slapen vanavond? Hoezo? Als in huur. Bepaal je dat? Dit ding zeker? Nee, ik denk niet dat iemand anders hier wil slapen. Ik twijfel ook gewoon buiten liggen hoor. Ik vind hem ook wel chill. Ja, dit ziet er wel. Dit ziet er comfy uit. Kijk, dit is deze bedden. Hebben jullie al dingen geclaimd? Dit is mijn bed, dat weet ik nou wel. Maar kijk, film even in deze kamer. Het is ook leuk hoor. Het is echt vet schattig, maar het zijn wel stapelbedden. Wie wil er in een stapelbed? Hoekje van de koning, sect van de geit. Ja, niemand doet mee, dus ik heb sowieso een bed. Nee, dit komt sowieso al goed. Dit bespreken we even met elkaar. Maar, oh jongens, wat chill. Dit is geweldig. En we hebben pannenkoeken. Ja. Hey, ondertussen wordt onze bagage gestolen, dus laten we die naar binnen halen. Oh ja, misschien wel handig. Zo, we zijn even gesetteld, maar het is best wel laat. Hoe laat is het eigenlijk? Het is op dit moment. Het is bijna 8:30. Het is tijd om te zwemmen. Onderweg naar het zwembad om een lekkere plons te wagen en misschien ook nog wel een spelletje te spelen met elkaar. Ja. Dit wordt onze eerste trip over het Bosrijk heen. Ja, het is wel oprecht een soort vibe. Ja, echt een sprookje. Ja, ja. Echt een sprookje. Echt een sprookje. Ik heb ook een beetje kerstvibes. Dat kasteel! Dames en heren, het is tijd om een plonsje te wagen. Zo! Dit is toch een partijtje, een mooi bad. En een paar mensen zijn hier al gearriveerd. Wat is dat voor stoel? Wat is dat? Moet je kijken? Ik ga naar het dit is echt vet. Dit is eigenlijk vet. Dit is eigenlijk leuk, hè? Hiervoor zou ik alleen al naar de Efteling gaan. De Baron is er niks vergeleken mee. Dit is al wat. Nee, dit is wel deze voel je in je buik, joh. Oké, we gaan tickets doen. Ik ben de ticker, dus ik neem de GoPro mee. En als iemand is getikt, dan neemt diegene weer de GoPro mee. Dus, jongens, zijn jullie er klaar voor? Wegwezen! Ja, ik heb je goed. En ik ben een nieuwe ticker. Jullie zijn snel genoeg. Ja! 3, 2... Surprise! Ik dacht dat ik goed verstopt was. Ik dacht echt dat ik goed verstopt was. Bakjes bij die stroom, nou, dat is echt mooi. Waar is jouw broek? Ik denk dat hij gestolen is. Ik had ook een hele dure broek aan. Je had een zwembroek aan. Je hebt hem letterlijk in je hand. Hè? Ja, nee, ik heb dit natuurlijk gewoon zelf besloten. Zo. Ik was zo in paniek. Ja, misschien had je ook wel wat eerder de deur uit moeten komen. Je moet ook een beetje opschieten.
Het is echt geen onderbroek. Ik vind het echt helemaal leuk hier. Ik ook. Ik vond het zwemmen ook weer gewoon heel erg leuk. Gewoon weer een grote toevoeging van de avond. En nu heb ik zin in iets lekkers. En we hebben nog pannenkoeken liggen. Die gaan we niet... Oh ja, die kunnen we ook, Die kunnen we ook gewoon bakken. Dat is oprecht lekker om als te doen. Als de pizza niet kan, dan gaan als we de pizza niet kan, dan gaan we pannenkoeken maken. Ja, ja. Net zo goed. We gaan even kijken of we pizza kunnen bestellen en dan gaan we anders voor de pannenkoek. Ja? Dag mevrouw. Ja. Ik heb één, Cato Stagioni. Ja. Een kaas sorry. Pizza salami. Ja. En een pizza lorraine. Ja, klopt. Komt u maar. Ja, super. Nee, u kan ook ook mag binnenkomen. Ja, tuurlijk. Ontzettend leuk. Eén moment, Remco. Eén moment. We've got some pizza. 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 Wat, wie heeft er eigenlijk überhaupt pizza besteld? Ik. Jij ook? Ja. Oh, ik dacht dat jij een pizza besteld. Jij hebt geen pizza besteld. Ik heb geen pizza besteld. Oh, daar hangt een bril. Oh shit. Dit is echt een hele dure bril. Balenciaga. Dat is letterlijk merkloos. Ja, Balenciaga. Uiteindelijk geen pandenkoeken. De pizza komt. Pandenkoeken? Nee, het is pandenkoek. Pannenkoeken bakken. Het is toch panden? Kan wel bij. Volgens mij is het... Pannen. Oké, ik ga het nou googlen. Of is het spannend. Het is spannend. Oké, spannend muziekje. Pannenkoek. Pannen. Ik was net nog enthousiast aan het doen dat ik ook een pizza wilde, maar ik moet ook heel eerlijk toegeven, ik heb er ook eigenlijk helemaal geen trek meer in. Volgens mij gaat dit niet helemaal goed. Lukt me niet. Het is nu... Bijna 2:30. Nee. We hebben heel lang gepraat, dus we zijn eigenlijk een beetje vergeten dat we dat het zo laat was. Ja, maar we moeten echt gaan slapen, want we moeten morgen weer een hele dag Efteling. Yeah. Morgen om 8:00 hangt het ontbijt aan de deur. Ja, dat is echt zo. Heel benieuwd wat erin zit. Wat het voor graag geluid. Ja, echt hè? Morgen. En nu gewoon een normale. Nee, we gaan lekker slapen. Ja, slaap lekker. Dat rusten. Tot een keer, doei. En tot morgen. Doei. Omdat we zo laat gingen slapen, hebben we allemaal niet zo'n super lange nachtrust gehad. En dat was bij sommigen van ons wel op te merken. Zo, good morning. Goedemorgen. Good morning. Het is gewoon weer lekker weer, dus we zitten gewoon lekker buiten bij het ontbijt. Hoe hebben jullie geslapen? Goed. En lekker. Ja. Ik heb echt heel goed geslapen. Ik schrok echt waar ik wakker werd. Daarbovenin ligt Sam nog steeds te slapen. Ik vraag me ook af wanneer die wakker gaat worden. Nou, we maken hem straks wel wakker. Hij sliep echt direct. We gaan Sam wakker maken met zijn favoriete nummer. Blauwe dag. Kom mee. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb. Ik ben er niet vergeten. Nee. Jij ooit hebt gezegd: blauwe dag als het donder. La 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 la. Sam! Nee. Oh, nee, jongens. Okay. Dit wordt niet. Jij besluit ook een keer wakker te worden. Oprecht, hoe laat werden jullie wakker? Het is ook 9:30, dat half is heel normaal. 10. Ik denk oprecht tot 2:00 zou blijven liggen als jullie mij niet hebben wakker gemaakt. Hé, hey, je hebt een goede vaatwasser! Ja! Ja, cool. Oh, ik zit toch helemaal te voorbereiden om het straks te gaan afwassen. Maar dat is heel geweldig. I know. Het wordt met een seconde helemaal beter. Ja, het is echt geweldig hier. Ja. Zullen we gewoon hier blijven wonen? Vind ik deze een gek idee. We kunnen het vragen aan de Efteling. Zullen we het gewoon vragen? Ze gaan waarschijnlijk wel nee zeggen, maar het is de... Goede hoop. Ja, goed. Kom op. Helaas hadden Niek een afspraak, dus ze moesten afscheid van ons nemen. En gingen wij door naar de Efteling met zijn viertjes. Nieuwe dag. Nieuwe kansen. Naar de Efteling. Het leven kan niet beter. Mijn beste vrienden gaan wij op avontuur. Zijn ze nou beste vrienden? Dat is niet waar. We zijn niet beste vrienden. Wij zijn collega's. Het is allemaal puur zakelijk. Oh. Juist, ja, kappen jongens, kappen. Ik ben het vloggen. Oh. Doe even voor de vloggen, op zijn minst gewoon. Oh ja. Hey! Oh, we zijn echt super gezellig. Ja. Dit is beter vrienden had ik me niet kunnen wensen. Echt zo. We gaan naar de Efteling. Woehoe! Ja, daar zijn we weer. En we mogen via een andere ingang, omdat we nu in het Bosrijk slapen. Ja, klopt. Daar kwamen we ineens achter. Hier zijn dus we gewoon. Dat is ook nog eens gewoon eigenlijk een heel groot voordeel. Super chill. Wow! Ja, dit is zo dit is het wel hoor. Dit is goed hè? Dit is het wel. Dit is echt goed. Weet je wat? Zou papa voor je betalen? Nou, ik zeg laten we het doen. Kijk eens. Hier, wat je bent. Dit is tien keer beter joh. Klopt hè?
Dankjewel. Niemand reageert. Nee, maar anders is het gek. Zullen we het snelle brilletje als even een achtbaantje gaan pakken? Oh, dat is een goed idee. Zo, ik denk dat ik echt wel snel kan nu. Ja, nu ga je echt sneller gewoon. Ik wil een jongen als Gio. Mooi huis en zijn money, die gaat dicht. Mogen we met servieren voorin? Oh, gezellig. Kom maar zitten, jongen. Gezellig. Wel leuk. Nou, dan gaan we. De eerste attractie van vandaag. Het schijnt de engste attractie van de Efteling te zijn. Is dat zo? Ja. Wauw. Ja, hoor ik ook. Ik ben nat ook, je wordt nat. Oh, woe. Hier wil ik in. Ik ook. Oh, god. Kappen. De hele tijd zo cliffy. We are now going in the Flying Dutch. Daar vliegen de honden onder was. Geweldig. Ik vond hem wel leuk. Zo, vond je wel weer of niet? Nee, ik wil graag een soft ijsje. Wil je ook een soft ijsje? Ja, ik wil ook liever een soft ijsje. Is lekker? Zeker, ja. Heel lekker. Ik zie hem. Is lekker? Ja, heel lekker. En ja, slushpup. Hij is heel sompig. Te sompig. Oké, okay, hierna ging ik dus naar het schommelschip. En Sander kan dus niet tegen kriebels in zijn buik. Hier wat leuke beelden. Ik vind het wel leuk. Maar ik heb wel een leuk gevoel hiervan. Sander, ik moest zo hard lachen om jou. Ja. Jij maakte zoveel geluid. Ja, maar ik probeerde stil te zijn, alleen dan komt er een soort oerkreet komt eruit. Hey Sam, wat ga je halen? Ik ga een kibbelingetje halen met een heerlijke ravigotti. Ravigotti, hoe noem je dat? Wat? Ravigotti saus. Ravioli. Kibbeling. Laat weten in de comments, hoe spel je ravigotti saus? We zijn dus nu op een punt aangekomen. Dat we even moeten gaan kiezen, welke attracties willen we allemaal nog? Zullen we allemaal even een stem uitbrengen? Ik wil er nog twee. De Droomvlucht en de Vogelrok. Ik zou ook wel de Vogelrok in willen. Ik ga mee met de groep. Dat is mijn keuze. Kribbeling is wel echt lekker. Nou, we zijn dus aangekomen bij de Vogelrok. Dat ding staat wel aan en het is ook al mega druk. Dus waarschijnlijk komt er wel echt weer een hele lange rij aan. Maar ik wil hier gewoon echt even in. Je moet je in als je naar de Efteling gaat. Yo, what up? Waar staan we voor in de rij? Ik weet niet hoe dit heet. Oké, ik weet niet hoe die heet, maar het zag er gewoon leuk uit. They see me rolling. Jij hebt tegen mij gelogen. Of zo? Jij zei dat we door het Sprookjesbos heen gingen, maar dat is helemaal niet zo. Dat zei ik niet. Dat zei jij jouw wel. Jouw grote vriend Kazoo zei dat. Nee, dat zei jij. Ik? Nee. Ja. Hij zei we gaan door de... Oh, yo. Wow. Dan denk je hier zo rust te hebben, gezellig. En dan kijk je achter je en dan zie je dus dit. Even een dingetje. Ja. Jij hebt tegen mij gelogen. Jij zei dit is Sprookjesbos, is geen Sprookjesbos. Nee, dat heb ik verkeerd gehad. Ik dacht dat het Sprookjesbos was, maar het was het land van Laaf. Nou, vanaf nu gaan we niet meer naar jou luisteren, Sander. Nee. Als je weer een goed idee hebt. Okay. Waar willen wij heen? De Droomvlucht! Ja, oké. Okay, dus. Zij dus in koor, ga toch weg, man. De sfeer zit er super goed in. Niemand is moe. Dat is echt heel nice. Ik ben echt heel erg moe. Ik ook. Zullen we dan lekker naar het huisje gaan? Een soort after dinner dip. En inderdaad, ik wil ook naar het huisje toe. Zo, nou, wij zijn terug in het huisje. Oh, en Danny komt er ook alweer meteen aan. Nee, wij gaan nog lekker slapen hier vanavond. En dan sluiten we ook bij deze hier de video af. Dat is zo gezellig. En dit huisje, gewoon het Bosrijk, is echt aan te raden. Ja, het is zo'n vibeje. En Danny belt nu precies even aan. Ja, dus wij gaan even open. Wij gaan even open doen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Abonneer en dan zien we je volgende week bij een nieuwe video. En dan zeg ik bij deze, tot volgende week. Doei doei. Doei doei. 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 Dankjewel voor het kijken. Kusjes van mij.